Nestled in this valley of fruitfulness is a town called Ceres, established in 1849. However, history will show that the residents of Nduli and Rooikamp were forcefully removed from Sakkiesbaai and Swartvlei respectively, in order to give impetus to the ideology of apartheid. We invite you now to take a walk down memory lane with some of these surviving residents, and to join us in their experience of the harsh realities of the impact of the Group Areas Act. The accounts of events are each and every person's personal experience during the period under discussion. This video will be divided into part 1, Rooikamp, and part 2, Nduli. This is John Kellenis. Ek is gebore in die Gliep, daar groot geword, skool gegaan en kerk, in die kerk behoort. Ek is later seidsman van die Engelse kerk. Toe getroud, toe ek hier in die Rooikamp kom hier in Leilstraat. En van Leilstraat af het die verskuiving gekom. Ek was een ongelukkige huurder en het toe weer teruggegaan Morris Deil toe. Oom Jan, sê vir my, wat is oom se ouderdom? My ouderdom is 78 jaar. Okay. So oom bly oom se hele lewe lang in Ceres? My hele lewe is ek in Ceres. Nou oom het nou oom se grootste gedeelte van oom se lewe in die Morris Deil area gewoon, hè? Correct. Het oom baie in die Rooikamp area gekom? Ek het baie in die Rooikamp area gekom, want ek het later aan het geblei. Mm-hmm. En ek gewerk by afleverings, die ding is by winkel. Toet ons by Nduli daar gaan keer. En die hele Rooikamp, het was volgens ons beplanning. Ek het toe op die raad gewees, hy het my gekies. En ek was bode by die afdelingsraad ook. So het ek vir Ceres leer ken. Met al sy mense, en ons het een goeie gesindheid gehad, blank, nie blank, en zwart. Ons was 5 op die raad. Destijds kon ons nie grond gekryd, die kleding, die beleid van die land was, ons kan, die blankes kan koop van die kleerlinge, maar die kleerlinge kan nie koop van die blankes nie. Toe het ons gegaan naar die minister toe, ons was 5 wat afgevaardig gewees het, naar Fred Gaum. En gevra, ons het gesien die behoefte van ons volk, en die achteruitgang van die volk, want as hulle standaard 6 klaargemaak het, dan moet hulle elders gaan school gaan, bijvoorbeeld Genadendal, Woester, Sonje. En die minister, want ons het gesê, as hy vir ons die grond gaan gee, dan gaan ons die school se naam Fred Gaum. En op die manier het ons hierdie school gekry. Dieselfde, ek het gedien, want het was ook weer een klompie groepie mense. Ons en Dominie Beats, en ons het die thuis met 0 geld begin. Net een paar mense. So het ons probeer opheffingswerk te doen vir die mense. En ek het altyd vir die mense gesê, die mense wat verskuif was, was een mooi gesindheid. Want ons het vir hulle gesê, he who loves his country cannot hate mankind. Die mense in die Rooikamp is nie die enigste mense. Die Rooikamp, Swartvlei, as u behoort eindelijk, daar was die eerste, nie verskuif nie, maar gevat. Toen met die mense, Annie Wittels, Johanna Wittels, is nog van die laaste oorblijfsels, van die jong mense, daar is ou mense, sê het gaan uitwees, tot besef nie, tot Fairfield, daar lê haar ouders begrawe. En die, baie van die mense kon dit getuig, dat dit is so, want ek het onderzoek kan.
as bode by die afdelingsraad het ek die marse se naam in die boek gesien. Ons het van die, wat noem mens, dat die, wat hulle altyd geef, aktes, die akteskantoor het, die aktes het ons ook. Tot op, dat is jammer dat ek nou praat van plaatsen, maar die bewys is waar voorouers begrawe is. Oom John sê vir my, so oom was op die raad tydens die tyd wat die verskuiwings in die Rooikamp en die area plaasgevind het, nie? Ja. So, wat was die raadse, vooral van die, kom ons sê, die kleerlingraad, nie? Ja. Wat was julle gevoel rondom hierdie tyd, wat die verskuiwing, wat mense verskuif moes word? Ons gevoel was nou so, kyk, dit is een wet. En volgens enig iemand, hy moet onderdanig wees vir sy regering. Derhalwe, die verskuiwing was eintlik te danke aan hulle, maar ons moet dit net aanvaar. Want ek kan nou onthou, toe ek in Morrisdeel was daar een ouman wat nie wou geteken, die amal het geteken dat ons gaan hy huise gronde koop. En hy wou nie, en hulle het het onteind, hy was die swakste af. Dan het ons weer geval in Swartvlei, waar familie van Johanna Mars was. Die ouman het nie geteken nie, en hy was die laaste man wat geblei het in die Dennebos. Okay. Sê vir my oom John, wat sy oom sê, wat was die inpak van die verskuivings wat plaasgevind het op die gemeenskap? Hoe die gemeenskap gereageer? Teen die einde wat? Hoe was die algemene gevoel rondom die verskuivings? Die gevoel was, soos ek reeds genoem het, ons moet dit aanvaar. Baie van die mense het dit natuurlijk nie kon verstaan, dat hulle moet pad gee waar hulle ouers gebou het. So dit was maar, vir partij was het nou goed en vir partij nie. En sê vir my, oom het gesê, oom het ons nou op een stadium met die afleverings gedoen, het die ooit in Sakkiesbaai afleverings gedoen? Ek het baie in Sakkiesbaai gekom. Vertel vir my bietjie, wat kan jy onthou van Sakkiesbaai? Van Sakkiesbaai kan ek onthou dat hulle was gepers, klompie mense. Kyk, hulle was eindelijk contactwerkers, sal ek maar sê. Hulle was een groepie by mekaar. En die naam van Sakkiesbaai het gekom omdat die huisies wat hulle gebouwd was, met sakke en so, en soos elke mens noemen. Kijk, hulle het nie gekom as ware om te blij nie, sal ek maar sê, want kijk, contractwerkers gaan en kom, maar later toe sal hulle gevestig hier. So oom, wat het oom daar afgelever? Daar het ek kredenierswaren afgelever. Okay. En het oom ooit enige ceremonies bygewoon van die mense in Sakkiesbaai, vriende gehad daar? Ek het baie vriende gehad, die predikant daar, die Gillies wat op die spoorweg gewerk het, die Sifilies wat later op die raad gewees, allemaal goeie christelike mense, en het het baie goeie gesindheid gehad. So wat sy oom sê, wat volgens oom wat ook in die brein gemeenskap was, die verhouding tussen die swart mense en die brein mense, hoe was die verhouding tussen hulle, tussen die twee groepe? Die twee groepe ons het een baie goeie verhouding gehad, want om die rede, kyk, allemaal moet Leilstraat wat werk, dan het ons altyd gesels en gesels, so mens kon nie vijanden gemaakt het nie, eerder vriende. En vir die tyd toe dit nou bekend geword het, dat die mense van Sakkiesbaai moet verskuif, was daar ooit een opstand gewees waarvan oom bewus is, hoe die mense toe gereageer daarop? Mense wat jy nou persoonlik geken het. In Sakkiesbaai se geval was weer iets anders, nee. Kyk, hulle het die voordeel gehad. Ek meen vir mense wat in Sakkies bly, in Sakkies tente en die klas dinge bly, en jy kry een huis, een hostel, sou enige mens die keuse aanvaar. Ek is eintlik gebore in die Rooikamp.
En maar toe kom die apartheid in, toe was ons streek af Rooikamp toe. Naar die New Town. So Tannie Kinnie het groot geword in Rooikamp, nee? Ja, en ek was seker jong, my sykie van 14, 15 tot ons daarvan boaf. Nog aan boog gebleid sien. Want toen ik onder kon blij, toen was ik naar een arme kerk om aansluit, nee. Ik is 26 september, ik is 1930 geboren, dat is 81. Daar was ons ook kerk. En daar was ons school ook geweest. See? En toen kwam je apartheid in, dat was premies met verscheven geworden. Maar daar had baie min wit mense gebleef sien. Dit was meeste kleerlinge wat daar gebleef. Op die manier was hierdie plek hieronder net boswereld, het die kleerlinge het self skoongemaak vir hulle. Achter ons is huis Moorie Kreel, wat vroeër jare, 1910 voor dit, was dit die ou VG Kerk, soos ons sê die Sendingkerk, en langs die Sendingkerk was die Sendingskool gewees, die waar breinkinderskool gegaan het. Nou, hierdie hele area wat die ouwe te huis beslaan, en as ons om die draai gaan, is die waar die woonstelletjies is, was bekend as kerkgrond. Dit was basis die eenheid tussen die Sendingkerk en dan die skool langsaan. Nou, Swartvlei is, as jy inkom in die dorp en jy kry die straat Kriegestraat, van daar af basis reg af van Riebeekstraat, reguit af na Philip Ouwensstraat, van hier af reguit af na die Dennebos toe, reg na Keetstraat om, daar hele area is wat ons praat vroeër jare Swartvlei. Die eerste skool wat hier gewees het, was twee broers. Een was met Johnny Lowe, inspecteur. Hij die hokken laat afbreken. En dan kan ik nog niet die andere in zijn naam onthouden. Die is nog weg. Maar hij was ook baie gaaf geweest. Wat in die municipale gewerk het. Nou, kijk, hoe het julle kennis, hoe het julle gehoor julle moet trek? Hij het self vir ons, en ek kreeg bij huis en ek kom aan sê. Want meeste van die mense was nog arm. Twee vertrekjes gehad, wat kan gebouwen, het gebouw, soos my opa had sy eie plek gebouw, maar het sy seens gaan trouw, toen met hulle hokke opzit. Nou, die mense, die inwoners van Swartvlei, volgens oorleveringe, hulle glo dat dat Queen Victoria, koningin die grond vir hulle afgestaan het en vir hulle gegee het vir bewoning, en dat afstammelinge van slawe hulle hier gevestig het, die families het hulle hier gevestig, en so het van een geslag na een volgende geslag het die families hulle hier kom vestig. Hier was groot erwe gewees. Daar was groot tuine, daar was perskebome, daar was groentetuine gewees. Die mense het in baie kan ek onthou, was ook boswereld, die bome, met die geel takke. Was een hele stuk van die stukje gebouwde huise. Nou, ek het hulle geontmoet in die IME kerk. Die bishop het om my kom afneem, was een nieuw kroeg. Dan stam het, ek kijk in die laai, die vrou sy daar sit. Kijk hoe, hy laai wat daar met die dode mense. Hulle het die tierkeppe gedra, maar met die kloks, nee. En dan dit was die mission. Oh ja. So op die manier het ek in aanraking gekom met baie goeie swart mense. Ons kan saans daar gaan teammeeting houd. Dan word ons uitgekoop vir een tiki. En ek was al die te eerste. Om te sing. En dan, as jy nou mooi sing, ga inkorrele, dan gooi die ander een weer een penny. So het ons gewoeker om geld in te gesamel het. Dat ons kan die kerkje uitgebreid. En die ander predikante, dit was in meneer sy koe sy tyd. Sy van was sy koe gewees. Maar ek moet sê, die swart mense het nooit met ons lelijk gewees. En dan die span wat oor die rivier gaat zwemmen, dat ek nog een dag van gepraat het, het ek weer een man uitgevinde. Dit was van een jongkelder raken wat er gesnij. Dat mag jy nie in die rivier gaat zwemmen daaronder.
Want daar was in die ons kampplek. Toe en voor die area geoormerk vir blanke uitbreiding. En as jy terug gaan na die Nautilus toe, is dit die mense aangesê om vanaf die 1920s af te verskuif. Daar is dat, was altijd ons parkplek. As ons in die school was, was nou langs die kerk. As ons school nou die eind van die jare, as ons nou gaan vir ons pakkies dat ons gaat kry, het ons al die dagen piknik op. Vir die onderwijsers was die vrou Nassen, Henna Nassen, en wat was haar ander sisters naam nou? Henna was die een, wat was, ek kan nie aan die naam, maar hulle was twee sisters gewees. Wonderlijke jaren geweest daar. Ik weet, ons was arm. Maar ik weet, daar was baie gerustige leven als wat het vandaag is. Toe die mense van Sakkiesbaai kennis gekry het, hulle moet skuif. Ja. Nduli toe, tussen die mense wat Tannie geken het, wat was die mense se gevoel rondom daai dat hulle moes uit die dorp uit? Soos ek het verstaan het, hulle was baie ongelukkig gewees. Want om te dink, hulle het die grond skoon gemaak. En toe moes die boer Rooikamp ons nou, wat nou uit die boer Rooikamp uit die apartheid moes nou afkom. Daar af, by die Randstraat, sê maar sê, by die rivier. En op die manier, toe was hulle ontevrede, want hulle wil toe weer hulle plekke terughere tot ons, van die mense nou daar gaan bleed. Maar toe het hulle ons die grootste grond gekry, op waar hulle nou is, in die locatie, soos hulle nou dit noem. Ek is Ben van der Merwe, gebore hier in Ceres in die Rooikamp. Dit is natuurlijk 1930 of zoiets. Ja, 27 juli 1930 is ek geboren hier in die Rooikamp. Toen was er nog de Vierkantstraat, nou is nou Noordierstraat. En daar in Noordierstraat, daar is ek groot geworden als kind, geboren en groot geworden en school gegaan. Ons school was boven wat Moude Kriel nu was. Daar was ons school en ons kerk ook. Daar was ik school gegaan. Ons had al niet bij de rivier gestaan, het is hakken. Dus die stallen goed is die beesten afkomen, hakken aan vlees eten. Varken en beesten, donkies, wat ook al. Nou, ons had twee hotellen gehad. Die Grand Hotel. Daar was die Grand Hotel geweest. Die ene was een Jood geweest, Jokkie Levin. En recht waarom was een cafeetje wat ooit al iets gaan rode paloontjes gaat kopen. Die penny paloontjes. Weer met Isaacs. En langsom was ook een garage van Paul Lou. Nou ja, dus oorkant oor die brug. Oor die brug is daar wat Shoprite nou is. Dit was die andere hotel, Majestic Hotel. En in die voorkant was ik daar wat Capitex bank nu is. Daar was een Abengasse garage. En ja, we komen eens op. Hier wat Komma Weer nu is. De enige plek wat met Susie die ophouder is. Daar was een lang gebouw, was het genoemd, die Ark. Nou voorkant op. Daar het een winkeltje gestaan, de Tooit, een klein winkeltje. En achterom was die apostolische, oude apostolische kerk, net in de achterkant. En dan hebben die mensen, die huizen daar in een rij opgestaan, van die winkeltje op een rij. En ja, op zwart, die witnessen en Mr. Jassen, onderwijzer, en die vissers. En aan de andere kant, bij die pleinwilkers, daar het ook een rij huizen gestaan, boeisjes en de Mullers, om Hans Muller en ook die Saints, om Henny Saint en Tante Maria Mol, een groot slavenvrouw geweest. Daar, die bomen, die veeboom staan dan ook daar. Nee, dat is die geschiedenis daar van daar, hoe die mensen daar gebleven, die omtrent die mensen. Nou ja, daar die tijd. Het is maar moeilijk gegaan voor ons in die aparte jaren. Was ons moest hier verdreven uit die Rooikamp uit. Ik meen, die zwart plek.
die wat nou pijlers is, dit was zwart vlees geweest. Daar was net ons, mijn opa, mijn maanse pa, hulle, was ons opa's hele dag ons daar gebleven, was net brein mensen wat daar gebleven. En de predikant, en dat is ook nodig, dag komen die mensen wat nou navolging doen. Dus komen zeggen dat diezelfde net zoals ik vertel het, zoals mij wil een paar van mij vertellen, dat het nou woord vertellen, dat zei 100%. De predikant, meneer Dominique Leroux, hij was een municipaliteit lid. Ik vertel die sorry net zoals je nu is, de Spanen vertel, en die perse bek uit. Uitvoerlijk is mijn opa weer gekomen en gezegd, luister, jullie moeten komen tekenen, jullie hoeven je achterstallige boerenoorlogsgelden, belastinggelden hoeven te betalen. En mijn pa had gezegd van een paar van mijn pa's schoen van mijn opa nou, waar jullie maken voet. Hij zei, wat weet jullie kunnen, jullie weten niks. En die doen we niet, elke zondag preken voor hun broer en zusters. En hij is een municipaliteit lid. Was ook een 14 dagen toen met allemaal uit die zwart vlees, iets wat nu pijlen is geraken. Dit was zwart vlees. Daar wat die kantoor nou zit van meneer Klaassen, procureur, dat was een winkel geweest. Joosten. Meneer Joosten, hij is daar een winkeltje gehad. Nou, hier onder ze zich af, Rijstraat te komen. Die voortrekkende straat is al straat wat daar is, wat ik nog kind was, wat tier geweest is. Hier aan de straat was allemaal net grondpaaien. Hier was die veelgoedgaten, wat was nobly. Leverspak, dat was die veelgoedgaten, wat die tip. Rechtwoord was die café. Die ene van die hikers café was niet daar niet. Die café, dat is Mr. Essop. Hij daar, in het begin is hij daar, was nog kind, was maar al die dagen gegaan. En we gaan dingen en goedertjes kopen die je nou nodig hebt en zo aan. En zo is ons mensen daar vanaf iets gedreven. En na het, die aparte regering is weer een uitdrukking. Ons zit hier in Noordie-Straat, voor de Rivierkantstraat. Daar is mijn paal iets gedreven om onder een wijkje te gaan blijven. Parten, nationale parten van ons grond, wat toen voor helemaal weggevat. Nou ja, ons eis nou. Ons eis nou. Wat daar is geld wat ons nou, wat die gronden wat ons verloren, daar die tijd. Nou ja, die eis is nou omtrent, ons denk is omtrent die. Toen mijn pa van mij gelat werd, ik moet opkomen, ik moet die check komen tikken.